Wie zijn steentje wou bijdragen aan het wereldrecord grootste strip in kleuren, moest dit weekend op de Panini Expo in Tour & Taxis Brussel zijn. Kinderen en hun ouders konden zich op het laatste weekend van de expo nog één keer naar hartelust uitleven tussen de stickerboeken en de langste strip ter wereld in kleuren. In Tour & Taxis Brussel konden kinderen en volwassenen een hele herfstvakantie lang hun hart ophalen aan tal van striphelden en sprookjesfiguren op de Panini Expo. Met meer dan 40 verschillende decors, bevolkt door zo'n 300 striphelden, is de expo een waar paradijs voor zowel kinderen als nostalgische volwassenen. En bezoekers weten heel goed waarom ze naar hier komen. Parce que quand j'étais enfant, j'avais beaucoup d'albums Panini et puis elles aussi. En fait, en ce moment, elles ont les albums de foot et puis de la Reine des Neiges. Donc voilà, c'était par nostalgie et puis pour leur faire découvrir les albums Panini. Elles ont adoré l'exposition. Ouais. Puis elles ont retrouvé tous leurs héros, toutes les princesses, tous les princes qu'elles aiment. J'aimais bien comment ils présentaient les albums et les personnages. Maar er valt meer te beleven op de Panini Expo dan enkel stickers en boeken. Bezoekers kunnen ook een gooi doen naar het wereldrecord grootste strip in kleuren. Het is eigenlijk de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen eigenlijk een strip in kleuren van smurfen. En dan is het de bedoeling dat wij gaan tellen. En ja, hopelijk, het is nu de laatste dag, dus vanavond zullen die geteld worden. En hopelijk verbreken we zo het wereldrecord eigenlijk. Ja. Ja, en dat wereldrecord hebben ze uiteindelijk gehaald. Bezoekers kleurden meer dan 800 pagina's smurfen in. De strip wordt in december voorgesteld op het programma Viva for Life van de RTBF.